Michael Efter, je hebt net een battle gehad tegen Henk. Ja, man. Hoe vond je het gaan? Ja, ik heb wel duidelijk gewonnen, toch? Dit was die One Punch Man actie. Ik kon niet verliezen, Wat vond jij? Ik vond het netjes, man. Je hebt het zelfs zo ver gekregen dat Henk zijn tweede ronde niet mocht spitten. Ja. Dat is wel netjes, man. Dat klopt inderdaad. Ja. Ja, hij wou me ook geen box geven, want er kwam iets te hard aan volgens mij. Ja, is hij boos? Ja, ja, hij voor die overleden homie zit, ga ik je geen box geven. Oké, ja. Was dit voor jou een laatste kans om eventueel nog bij de laatste 16 te komen? Ja, het ligt een beetje aan hoe streng de regels zijn. Als zeg maar de regels die wij opgelegd hebben gekregen, als die aangehouden worden, dan zit ik al bij de laatste 16. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat er gewoon nog een event gaat komen en dan gaan alle top tiers gaan gewoon weer battelen en dan val ik net buiten de boot. Maar dat is oké, dat is oké. Ik weet je, toen ik hieraan begon had ik verwacht dat ik na één seizoen ongeveer middenmoot zou zijn. Ik sta nu op plek 22, dat is precies in het midden, dus dat is prima. Ben je een beetje trots? Hey Michael. Ja, aan jou een vraag stellen. Zou je meer gemotiveerd en meer je best doen als jij iemand zou hebben die nu al in de top 16 zou staan? Ja, dat sowieso. Maar weet je wat het is? Het probleem is, er is helemaal niks over Henk te vinden. Echt helemaal niks. Hij is zo saai. Ongelooflijk. Dat is toch al een engel? Ja, tuurlijk. Maar je kan niet drie rondes praten over hoe saai iemand is. Zou jij Henk slopen? Tuurlijk. Wat denk je zelf, man? Even serieus. Wouden, Michael Efter. Punch out op je beeldscherm.